kwart voor vijf buiten en er stond al een hele lange rij te wachten. Dus ik denk dat iedereen gewoon echt heel graag het museum wil zien. Ik ben nog net gegaan, vlak voor het sloot, in 2011. Dus nu is het eigenlijk het totale beeld en dan nadien kom ik hier om rustig te zeggen, en vrij. Gepartjes, dat is een portret. En dat is behandeld geweest in de Getty Conservation Center. En nu keert hij dus terug naar huis. Dit is het zittend naakt van Modigliani. Dit werk komt nu uit Japan. Ja, het is een populair beeld, hè? Het is een people pleaser. We zijn ingelogd geraakt. Voor het algemeen zou je de app opnieuw gebruiken. Ja, zeker. Ja. We willen via de app bezoekers de kans geven om verschillende audiotours uit te proberen. Maar bezoekers kunnen er ook voor kiezen om gewoon vrij rond te lopen in het museum. Een heel aangename stem, dus dat is fijn. En ook gewoon echt interessant. Ik vind dit fantastisch. Je hebt zo van die schilderijen die in jouw eigen collectief geheugen staan. Dit is de intrigue. Dit is een van de allerbelangrijkste schilderijen van James Ensor. Het is in ieder geval een van de meest gereproduceerde. Het is een beetje een boosaardig schilderij, omdat het mensen op hun lelijkste en op hun zwakste toont. Maar anderzijds, ja, we zijn wel zo'n beetje, hè. En dan gaan we 40 centimeter opzij. Ga gewoon de conditie controleren voordat hij ophangt. Hier zie je dus een wit vlekje. En in eerste instantie trekt dat natuurlijk uw aandacht, omdat je denkt dat dat een nieuwe lacune kan zijn. Maar in feite is de originele verf goedgekeurd. Voordat die gerestaureerd was, was ze echt zo van heel geel naar oranje gegaan. Nu is ze echt ook zo warm oranje. Ja, haar huidtint was veel oranje. Meer oranje zo. En in dat lentedoek had je eigenlijk ook heel weinig nuances. Hè? Dat komt nu wel heel mooi naar boven. Met die blauwe en die roosachtige tinten. Die waren helemaal niet zichtbaar. Hè? Dus ze is heel veel verbeterd. Eerste kennismaking terug, hè? Na 10 jaar. In september zullen we hier wel vaak zijn. Ja. Ik ben vroeger nog geweest. We woonden in Ruijster Toekje. Zalig. Voor hem is het leuk om erin rond te lopen. Veel dingen te zien. Dus, Kleurvol, hè? Ja. Heel wit, schoon. Alles komt schoon uit op dat wit. Vind ik, hè. Of zeg ik, hè. Ja, mooi. Op naar de volgende. Ja. Op verschillende schilderijen vinden we een transparante grijze laag terug op alle kleurvlakken. En bij de intrigue is dat helemaal hetzelfde. En eigenlijk proberen we dus te achterhalen of dat die origineel is. En of dat we die moeten behouden of niet. Je zit gewoon te denken, ah ja, is dat inderdaad het ontbrekende sleutelstukje? Ja, dat is waar. Dat is het, absoluut. Ja. Nu moet het publiek opdagen. Zo,